What's up, YouTube? We gaan beginnen. Check it out. Voilà, c'est. Hier hebben wij de werkroep. Dus hier gebeurt de magic. We gaan vandaag beginnen met de MTW. We gaan die ombouwen met een andere triggerboard van Gorilla. Een goede vriend van mij, Daniele. En aangezien dat er heel weinig te vinden valt op YouTube, social media. Maakt niet uit, ik vind eigenlijk heel weinig tot bekend niks over dit systeem. Dus ik ga dat voor jullie vandaag allemaal uittesten en jullie laten zien wat de mogelijkheden zijn. Let's go! Dus om te laten zien dat hier om een MTW gaat, dat is de Reaper Gen 2. Dus dit leggen we even opzij, want dit hebben we nu niet nodig. We hebben het volgende nodig en dat is dit. Dus dit gaan we eruit halen. En dan ga ik jullie laten zien wat de mogelijkheden zijn met de nieuwe triggerboard van Gorilla. Dus here we go! We hebben de bolt release eruit getikt. Dus we gaan verder kijken naar de rest. Voilà. En nu halen we deze triggerboard eruit. Voilà. En oké. Dus de originele triggerboard van de MTW ligt eruit. Voilà, deze leggen we even weg, alstublieft. En het volgende is natuurlijk de magic. Hoppakee. Voilà. Dus wat gaan we doen? We gaan eerst ik weet het, mannen. Het beeld staat wat ver, maar ik laat jullie gewoon zien wat de mogelijkheden zijn van deze triggerboard. Voilà, voilà. En dan moet er bijna zijn. Voilà. En nu gaan we beginnen met de installatie. Dus MTW Triggerboard. Voilà, 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 voilà. Mannen, als jullie denken dat dit easy peasy is, oké. Ander gedeelte is natuurlijk dit. Voilà. We zijn er bekend, denk ik toch? Enjoy the ride, Oké. Ik denk dat we er al kan zijn. Nu de bolt release. Bolt release. Oké. Voilà. Dat is geïnstalleerd. Het volgende dat moet geïnstalleerd worden is natuurlijk de Gorilla FCU. Inderdaad, je ziet het goed. FCU. Dus dat steken we hierin. Dus uiteindelijk werkt uw MTW met een FCU en een batterijke. Eens even kijken. Voilà, dat steekt er allemaal in. Hier een beetje ruimte creëren voor die kabel naar beneden te kunnen duwen. Ik denk dat dat al klaar is. En nu de rest nog. Nu gaan we de opper installeren. Dus dan doen we zo. De rest duwen we naar binnen. Dit ook naar beneden duwen. En oké, voilà. Dat is geïnstalleerd. Nu, crème de la crème, mijn gsm. Dus, wat gaan we doen? Kijk goed, mannen. Ik neem jullie eigenlijk gewoon even mee naar mijn scherm. Dus, ik zal jullie even laten zien. Dus nu, MTW, dus ik laat jullie zien, batterij steekt erin, full auto, staat in burst. Dus wat gaan we doen? We gaan naar de Gorilla Connect en hier zien wij de FCU. Dus die gaan we verbinden. En voilà, wat zien jullie? Reaper MTW en de settings. Wat gaan we doen? Kijk goed. 20. Right. Setting is written. Dus wat gaat er nu gebeuren? Single shot. En nu full auto. Oké, voilà. Tot 20. Hier. Dat zijn natuurlijk de mogelijkheden. Dus, wat is er nu gebeurd met de MTW? De MTW is geupgrade met de nieuwe triggerboard. Er zit een FCU bij. Die FCU kun je via je Bluetooth verbinden. Ik zal het anders doen. Zo kun je dat beter horen. Dus, mannen. Dus, ik zal een voorbeeld geven. Voilà. Verbinden. Ik wil een 3-round burst. Je kunt zelfs single-single doen. Right. Dat is nog altijd de 20. Voilà. 3-round burst. En dat kun je allemaal met je gsm allemaal instellen. Je kunt delay instellen. Je kunt... Ik kan jullie iets laten zien. Kijk goed. Ik weet dat jullie dit gaan haten, maar de mogelijkheid is er natuurlijk. Dus... Kijk hoe, hè. Single, ingedrukt, ik laat los, dus binary. Maar natuurlijk, dit is een Reaper, dit is er niet voor gemaakt. Gen 2, Inferno Gen 2, daar kun je dat perfect mee doen, maar dit is meer zo een DMR setup, single shot only. Maar de binary, de dual trigger is iets te snel. Want het verschil is met de Reaper, dat is een volledige kamer waar dat een fixed volume is. Dus of dat je dwel nu verlaagt of verhoogt, dat heeft daar dus niks mee te maken. Dus deze kamer moet altijd gevuld worden met lucht. En dan... Voilà. Dus bij deze mannen, de MTW... Met de Gorilla Triggerboard, FCU en dat kun je allemaal mooi afstellen via je gsm. En ik denk dat dit wel een hele mooie toegevoegde waarde is voor deze beestje. Dus, ik weet niet of dat ik hier nog een ding ga van maken. De grouping, de shots. Ik denk niet dat dat echt nodig is. Maar bij deze, een beest is gemaakt. Merci voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer. What's up,